Goed, ik moet heel zachtjes doen. Mijn moeder is net wakker. Mijn pa is net nog wel weg. Maar mijn ouders zijn vandaag 25 jaar getrouwd. En ik heb vandaag 3 dingen in petto voor ze. Eigenlijk 2. Ik heb ze vanmorgen het huis versierd. Mijn pa is weg, mijn ma zit nog boven, dus ze weten allebei van niks. Daarnaast komen mijn opa en oma straks. Die hebben nog meer dingen om te versieren. En ik heb vandaag een hele leuke, toffe video voor mijn ouders gemaakt. Die ik ze vandaag ga laten zien. Met boodschappen van de vrienden en kennissen. Wat ze denk ik wel even goed doet voor de 25 jaar. Ik ga het jullie even gaan laten zien hoe mijn moeder beneden is. Komt-ie grote? Oeh, voorzichtig. Leuk. Leuk, hè? Hé, hey, kutslingers. Nee, die zijn weg. Alles is snel zilver. Ja. Leuk, joh. Gefeliciteerd, schat. Dankjewel, thuis. Ik heb nog een klein verrassingje voor je vandaag, maar ja, dat kan pas. Alleen gaan kijken voor Rio, hè? Oh, die zit nu alleen maar rond te kijken. Dat gaat goed. Okay. Daarvoor zei ik, wacht heel even tot ze even kijkt, Max. Wat is dat? Het beweegt. Hi, wifey. Komt goed. Doe. Ja, ik zag het ook even al rijden. Oh, de tyfus. Oké, zo, Therese. Zit je er netjes bij? Ik wilde net de kapper bellen. Ah. 25 jaar. Ja. Shit, dat klinkt veel, hè? Hi, Maus, wat vind jij ervan? Een beetje eng. Wie gaan we zo dan? Hallo. Geen idee. Ja? Wie is dat? Ik ga wel lekker gaan kijken. Oh, wacht, wat een foto, jezus. Dat is echt normaal. Kijk, dat is maar jij. Dat is een klein tolle. Dat was het. Gaan Het is vandaag jullie 25-jarige huwelijk. Gefeliciteerd, echt. 25 jaar geleden besloten jullie om te gaan trouwen. En twee jaar later, daar was ik. Echt, wat hebben jullie veel meegemaakt in de afgelopen 25 jaar. En veel goede dingen, veel mooie dingen, maar ook slechte dingen, vervelende dingen. Maar laat me jullie keuze, jullie hebben er altijd bij gestaan. Dat is toch wel... het mooiste wat er aan een huwelijk kan zijn, toch? We zitten aan een video te kijken. Verder wil ik gewoon heel veel liefde verder wensen. Heel veel goede gezondheid in het huwelijk nog. En ja, plak er alsjeblieft nog 25 of meer achteraan. Want ik wil jullie wel kwijt. Nog 25 jaar. Nee, dat is zus lang. Minimaal 75 jaar. Blijf je met z'n 5 jaar bijkomen. Dat vind ik wel makkelijk toch. Alle mooie dingetjes voor mij de afgelopen 23 jaar. En voor jullie zelf de afgelopen 25 jaar. Denk terug aan de verkeringstijd. En hoe alles in die tijd veranderd is vergeleken met nu. Maar alles is in het goeds veranderd. Ik wil in ieder geval heel veel liefde wensen. En ja, geniet van dit kleine cadeautje dat ik voor jullie heb geregeld. Dag jullie. Hey. Hey.
Daar moest ik het even. Vivian en Dries, van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarige huwelijk. Ja, dat er nog maar vele jaren mogen volgen. We wensen jullie heel veel gezondheid. Heel veel geluk. En dadelijk een heel mooi nieuw verbouwd stekkie. En gewoon heel veel geluk, heel veel liefde. En dat jullie en Kim heel erg gelukkig zijn samen met alle beestjes. En dat wensen onze beestjes jullie ook toe. Dat willen we ook eventjes laten zien. In ieder geval Izzy zit daar. In de politie. En de rest van de beestenwende. Deze ligt natuurlijk lekker. Middenonder. En Tess zit hier. Tess hoopt ook snel Tries te ontmoeten. Ja, daar zit ze. En Minis verstopt. Ja, goed. Een huwelijk. Of in ieder geval een feestelijke gelegenheid. Ja, een borreltje bij. Een borreltje bij. Die hebben we hier ook. Ja, bij mij zien jullie wat erin zit. Jan, lekker een bakeltje. Dus, proosten op jullie. We gaan. Heel veel gezonde jaren. Goed gezondheid. Ah, wat een drank, hoor, God. Nou. Nou, hij. Doei, doei, lieve. Doei. Hallo jullie twee. Ik kom jullie eventjes feliciteren hoor. Het is alweer 32 jaar geleden, Patricia, dat ik naast jullie kwam wonen. Jij was nog een jong meisje met heel lang haar en pony. Je was gewoon nog een pup. Ik was ook nog een pup, maar wel getrouwd. We hebben samen ook in de tuin avond en avond zitten oefenen aan de theorie. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Ook meegemaakt, ja, daar komt ie. Dat Patricia zei van... Ing, ik heb verkering met Jan. Nou Jan, welkom bij de club. Jij was een stille jongen, een pukkeltje hier, een brilletje daar. Maar uiteindelijk, je bent toch goed opgedroogd en je ziet het, alles is goed gekomen. Haha. Nou, van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarige huwelijk. Plakken nog 25 jaar aan vast. Met degene die je dierbaar zijn, een hele fijne avond. En een knuffel van Dinnetje en Poetje. Toedeloe! Zeker. Dat was het. Leuk. Leuk. Leuk gedaan. Kijk, met Inge lul ik niet meer. Goed, ik ben inmiddels lekker aangekleed en een beetje opgetut. Ik heb net mijn medicatie ingenomen, dus waarschijnlijk ben ik straks weer lekker moe. Maar ik heb mijn haar lekker gefeund. Haartjes lekker gedaan, make-upje opgedaan voor hoever ik er een beetje zin in had nu. Ik heb een zilveren topje aan. Die heb ik speciaal gekocht voor vandaag. Weten mijn ouders niet. Ze wisten dat ik hem had, maar niet speciaal voor vandaag. Dus die heb ik lekker aan. Ik heb er wel een zwart topje onder. En ik heb gewoon een zwarte
flare pants die ik er dus bij combineer heb ik aan. Super leuk. Helemaal blij mee ook. Ziet er helemaal glamorous uit vandaag. We hebben nog wat extra dingen versierd. Ik ga jullie even gewoon laten zien wat we allemaal hebben gedaan. Dat is wel wat leuker, denk ik. Ze reden in ieder geval nog aan het begin van Spijkenis. Dus ik verwacht niet dat ze er nu binnen 5 minuten zijn. Maar het is wel veel vet. Ik dacht, ze zijn ondertussen weer terug in Spijken. Ik ga even de auto laten zien hoe die aankomt rijden. Want dat heb ik nog niet laten zien. Het is toch gewoon een plaatje op zich, jongens, als hij aan komt rijden. Oh. I love it. Te leuk. Ah, ze hebben hem ondertussen ingeparkeerd, hoor. In ieder geval, ik ga lekker naar binnen, want het is mijn goud. Ik laat de deur weer openstaan, anders komen we toch naar binnen toe. Dus dat is mooi. We zouden iemand extra te eten hebben vandaag. Dat gaat niet door, helaas. Dus, ja, de paas misselijk, dus wat gaan we eten vanavond? Ik heb werkelijk maar geen idee meer. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, ik ben er heel net even over bezig geweest. En ik heb trouwens verf besteld voor mijn gele kast. Ik heb namelijk mijn kast verplaatst vandaag ook. Maar ik wil die dus gaan verven volgende, of deze week of volgende week. Even kijken wanneer het verf binnenkomt. Het zal een week duren. Het is gewoon matte witte verf. Ja, die zit een beetje gebroken wit. Want ik ben de kleur geel daar echt zat. Dus ik ga hem wit verven. Maar voorlopig nog even niet, want hij is nog niet binnen. Tenminste, de verf is nog niet binnen. Wacht tot mijn ouders binnen zijn. En dan kijken wat we vanavond gaan eten. Ik hoef op zich ook niet heel veel. Dus ik ben benieuwd wat we gaan eten vanavond. En wat we verder nog gaan doen. Ik denk dat ik verder niet zoveel ga doen. Dus we gaan het meemaken. What's up? Inmiddels lig ik in mijn bed. Ik heb nog even lekker zitten kletsen en we hebben avond gegeten bij de beren. Super lekker. Maar de dag is om. Mijn ouders zijn officieel 25 jaar getrouwd. Ze hebben een super gezellige dag gehad. Ze zijn lekker weg geweest. Ze hebben lekker geluncht. Lekker bij de beren gegeten. Helemaal blij. Helemaal blij. Helemaal leuk. In ieder geval, het gaat met hun. We hebben een leuke dag gehad. Dus dat is top. Ik daarentegen ga slapen. Het is nu 11:15. Het is vroeger dan ik had verwacht. Ik had nog heel veel willen kletsen, maar ik heb gezegd van joh, laat maar. Ik ben moe, ik ga slapen. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga de vlog morgen wel doorzetten, denk ik. Een iets langere vlog ervan te maken. Morgen gaan de schildpadden weg. Heel raar. De schildpadden gaan naar een opvang, maar ik ga je er morgen wat meer over vertellen. Maar goed, dan weet je in ieder geval wat. In ieder geval ga ik slapen en horen jullie mij morgen. Slaap lekker. Goedemorgen. Het is dinsdag en ik ben wakker. Raar wakker geworden. Ik zou echt eens kijken van, hè? Wat heb ik nou gedaan? Maar ik snapte het alweer. Ik heb pijn in mijn knie. Ik weet niet hoe dat komt. Ik loop een beetje krikkie. Maar ik heb zo'n chill trui ding aan. Want mijn ouders gaan zo meteen weg. Over 3 uurtjes. Het is nu 9:15. Ga ik rond 11:45 rijden. Want ze gaan de schildpadden wegbrengen. Dus die ga ik uiteraard nog heel even filmen voor jullie. Zo sneu. Het is heel raar. Ik heb allebei vermoord uitgehaald. Het is zo raar. Ze zijn niet dood. Ze gaan naar een goede plek. Maar toch hebben we ze 18 jaar gehad. En dat is vet lang. En om ze nu weg te doen, omdat de een de ander doodbijt, is heel raar. Het moet, maar het is heel raar. Want ik heb gisteren tegen mijn pa ook gezegd, als die ene niet ging bijten aan die nek van die ander, dan hadden ze nooit weggegaan. Dus dat is echt wel dat ik denk, ja, ik vind dat raar. Ik vind dat sneu. Dat ze liever nog gehad. Maar het is nou eenmaal zo. Het is niet anders. Maar in ieder geval gaan ze dus vandaag weg. Naar Friesland. Nee, is naast de deur. Dus ik ga jullie uiteraard zo meteen nog wat beelden laten zien van de schildpadden. En dan zal dat het laatste zijn. Ook het aquarium gaat weg. De bank zal vandaag opschuiven.
We gaan namelijk ook de woonkamer helemaal veranderen. Dat gaat in stapjes. Ik ga jullie er uiteraard ook in meenemen. Maar vandaag gaat wel de bank waarschijnlijk verschuiven naar de ene kant. Dus ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. In ieder geval... wel snel. Ik ga het jullie even laten zien. Rio! Kiekeboe. Alsof je een kind zat te roepen onderaan de trap. Heel hard, Kimmy. Heel hard. Rio! Kiekeboe. Die gaat wel wat zeggen, denk ik. Wat was dat nou? Kijk eens naar mijn toekie, wat is dat? Kom! Wat was je zo hard aan het Kimmy roepen? Kimmy, was je? Gekkie? Hij doet jullie filmen. Goedemorgen! Eerst mausje pakken. Oh, ik zal even draaien, want zo zie je Maus niet. Daar is Mausje. Daar is onze Mausje. Ik ga lekker even een raam op kantelstandje zetten, zo. Beetje lucht. Hallo, Rio. Nee. Ga terug dan. Dan ga je even hier zitten. Niet bij Maus. Hoe loopt die vreet straks? Hey. Dag even. Nou, wat zei ik, klimmen? Ja, blijf je daar zitten? Kom je er niet uit? Ga je daar blijven? Kom er niet buiten spelen, Maus. Ja, meisje. Laatste dag met je schildpadjes, hè? Kijk nou, kijk de camera. Morgen. Kijk, Maus. Nou, even douchen. Hola, hola, Adrie. Ja, wel Maus. Moeite doet om hier te gaan poppen, want hij maakt er tegenwoordig een spelletje van. Pak je Rio eventjes. Die denkt nu, hé, waarom mag ik er nou wel uit? Waarom mag het nou wel uit? Terwijl die is nog even bezig gaat, ga ik Maus douchen en daarna Rio naar beneden brengen en douchen. Hi! Morgen! Ga je even douchen? Ja, maar eerst moet je even poepen. En het is tijd om mezelf te gaan aankleden. Goed, we zijn de schildpadjes aan het inpakken. En die blijft liggen. Ja, daarentegen, in de kofferbak is het donker. Donker. Ja, dat is waar. Loop je ook mee? Is zomaar van mee. Zo ja, wacht maar. Ga maar even losjes even. Ja. Moet ik mee? Even open doen. Ja, meisje. Zet haar vier nu. Nee. Ga je nog één dan? Ja, de auto toch? Dan moet ik ook. De auto gaat. Hier ook. Moet ik haar meenemen? Ja. Oh, rustig meisje.
Komt goed, ik heb haar. Oké. Ze kunnen heel goed op de appel. Hè? Was ze samen? Ja. Oh, top. Ja. Zo. Zo. Jullie gaan om half rijden, toch? Wel wat eerder, denk ik. Ja, wel wat eerder, omdat ik niet door wil planken. Nou, zitten ze dan. Het meisje. Die kan zelf. Dat gaat het meisje niet even. Zullen we er maar in? Ja, ik weet het niet. Even voor de zekerheid. Moet je even losjes omheen slaan. En dadelijk worden ze vanzelf als het voor die ze rustig zijn. Want dat is het kachel eruit. Het is donker. Mm-hmm. En dat merk je ook, want als ze licht branden gingen ze moeilijk lopen doen. Ja, klopt. Ze zitten. En ze zijn weg. Ja, Maus. Ze zijn weg, jongens. Kijk dan. Ik ga weer huilen. Zo raar. Wat een jankvlog de afgelopen dagen, zeg. Jemig. Oh, nee, het is echt heel sneu. Maar het is beter voor ze. Nee, ik vind het sneu. Ik vind het echt heel sneu. Maar het is gewoon beter voor ze. Alleen zo ver weg. Oh. Oh my god. Ik wil niet huilen, ik wil niet huilen, ik wil niet huilen. Niet weer. Oh. Maar goed, vandaag heb ik wel wat dingen te doen. Nu mijn ouders de hele dag weg zijn tot minimaal een uurtje of 8 vanavond. Ik ga zo meteen de konijnen buiten even checken. Ik ga even stofzuigen de woonkamer en even de cavia's stofzuigen. Alhoewel ik denk dat ik wacht met stofzuigen. Omdat ik straks de bank, dit verblijf ga ik wegzetten. Die ga ik denk ik hiernaast even schuiven. En de bank schuif ik straks daar naartoe waar de bank dus officieel nu komt te staan. Om te kijken hoe het staat. Dat wordt nog een ding met Rio en iedereen. Ik ben heel benieuwd. Mijn ouders vertrekken zo denk ik. Die rijden zo langs. Of die zijn al langs geweest? Denk ik niet. Ik weet het niet. Ik heb nog niks gezien. Maar Ash komt langs. Die komt helpen. En die komt ook lekker vanmiddag eten. En vanavond lekker eten. Ik ga roti maken. Dus dat is mooi. Ze heeft me een appje gestuurd. Nou. En we gaan vanmiddag misschien nog iets maken van bladerdeeghapjes of zo. We weten het nog niet echt. Even kijken. Maar er is eerst nog genoeg werk aan de winkel. Het verblijf moet weg. De bank moet die kant op. Ik moet de cavia's even stofzuigen. Maar dat ga ik zo gelijk doen. Dan heb ik dat gehad. Ik ga even lekker muziek opzetten. Even een kop koffie nog drinken voor ik dat ga doen. En dan ga ik gewoon op mijn gemak. Want ik zit nog steeds aan de medicijnen. Dus alles rustig aan. Maar ik ga dan op mijn gemak mijn dingetjes doen. En dan zien we het vanzelf wel. Er komt vandaag een bestelling van My Jewelry binnen. Met wat hoesjes en een telefooncord en een bedel. Dus dat ben ik benieuwd hoe dat dan is als dit binnenkomt. En verder ga ik niet zo heel veel doen. Goed, inmiddels zijn we een behoorlijk tijdje verder. Denk aan van ochtend naar einde middag. Maar ik ben even koffie aan het zetten. Maar we hebben behoorlijk wat gedaan. Want de bank is verschoven. Zo. Ik leer van hem al praten. En oh, dat gaat niet, dat moet goed. En de... Oh, ik moet nog suiker voor je pakken. En het aquarium staat in de berging. Hoe raar is dit? Het ziet er zo anders uit. Hier is in één keer een zee van ruimte, terwijl hier normaal de bank stond. Rio zit daar. Ik heb ook de gaaien verplaatst. Die vinden allebei dat ze denken, wat is dit? Nou, doe niet zo raar. En Mausje zit hier. Hi Mausje. Mausje denkt, wat doe je? Maar het is echt veel beter zo. Moet alleen de tv voorlopig nog even draaien. Anders kunnen we vanaf de bank hier niks zien.
Ik ben heel benieuwd hoe mijn ouders dat vinden, want het was oorspronkelijk hun idee. Dus ik heb gedaan wat hun wilden. Maar dan ben ik benieuwd of ze het ook echt leuk vinden. Of dat ze straks denken van, nou, zet maar weer terug. En Maus is de hele tijd aan het roepen, dus denk ik dat ze wel naar de zin heeft daar. Dat is wel weer een fijne gedachte. Maar ik ga zo rotti maken. Gewoon een simpele manier. Aardappeltjes, kip, spijsjeboontjes. En de mikmak wat er bij zit. En dan ben ik helemaal blij. Maar eerst eventjes een espressootje, want ik val haast in slaap. Alleen dit is wel even wat smaller doorlopen. Maar goed, de tafel gaat uiteindelijk naar deze muur. TV gaat uiteindelijk daar. Kavertjes gaan uiteindelijk daar. Dus nog genoeg werk aan de winkel. Maar voor nu vind ik het echt prima. Zo meteen avond eten en voor de rest lekker helemaal niks doen. En het is de volgende dag. En alles is veranderd hier in huis, jongens. Het is echt zo raar. Kunnen jullie je afgelopen maandag en dinsdag nog herinneren? Nou, het is nu woensdag en ondertussen ziet het er zo uit. Ik ga jullie even een rondje geven. Mijn ouders zijn net weg. Zo raar. De bank staat op de plek waar die moest staan. De tafel staat hier. De cavia's stonden uiteraard eerst daar. Die staan nu daar. Met Pietje. Mouw staat hier. Rio staat hier. We hebben dit kastje gekocht bij de kringloopwinkel. Super schattig kastje. We wilden hier iets van een kastje hebben staan. Nou, daar stond dus dit kastje. Helemaal top. Dus die is ook lekker ingericht en opgeruimd en al. Nou, de ventilator. De steun moet eraf uiteraard. Die gaat eraf. Dus dat komt allemaal wel. De pilaar staat hier. Dan hebben we hier het wandmeubel staan met de tv. Eetkamertafel staat daar zo tegen de muur. Kooitje van Rio staat hier weer. Ouderwets op zijn plek hoe het zeg maar stond. Let niet op dit. Dit moet opgeruimd worden nog. We zijn nog niet helemaal klaar. Mijn ouders moesten even weg. Maar hoe staat dit, jongens? Dit staat toch perfect? Het is toch vet zo? We hebben zoveel meer ruimte. We zitten aan een compleet andere kant van de woning. Maar het ziet er heel erg tof uit. Heel leuk. We hebben nog wel een internetkabel over de grond lopen. Even vastgeplakt met duct tape. Want die komt daar vandaan. En die moet dus doorgesluist worden naar die kant. Want voorheen liep het helemaal zo achter de muur naar de tv. Nu kan dat dus niet meer. Dus we moeten daar nog even wat verzinnen. Maar dat komt allemaal wel. Ik ga in ieder geval lekker aan tafel zitten. Heel gek plekje om hier te zitten trouwens. Maar ik moet nog een video gaan bewerken. Deze. Die moet online. En ik moet nog wat anders voor elkaar gaan krijgen. Dus gaan we maar eens wat mee doen.